gouden platen en een platina plaat. Philly Murray heeft ze beide, maar toch gaat er bij weinig mensen een belletje rinkelen als zijn naam valt. Na een succesvol album met Glow in the Dark en SFB was het stil rondom Philly. Nu is het 2 jaar later en heeft hij zichzelf geleerd om alles zelf te kunnen. Produceren, zingen, rappen in het Engels en Nederlands. Mixen, Philly doet het allemaal. En daarom is hij het talent van de maand. Philly Murray is een, gewoon bedacht omdat ik vroeger designer wilde worden. Ik hou heel erg van kleren en al die dingen. Dus ik dacht van ik moet een Frans-achtige naam hebben. Dus vandaar komt die Murray. Philly is gewoon een afkorting van mijn echte naam. Dat is Mafilka. Mijn vader heet trouwens ook Mafilka. Mijn moeder noemde hem Filippo altijd. Dus ik dacht, aangezien ik de junior ben, neem ik Philly gewoon. En we zijn hier in Houtwijk. Houtwijk, H2. En we zijn hier in Bokkevoortpark. Vroeger waren we hier altijd. Ze hebben nu hier schermen allemaal gezet, omdat we altijd hieronder gingen hangen. Dit was de plek van al onheil, zeg maar. Ja, nu hebben ze... Vroeger was dit allemaal niet, hè. Nu hebben ze graffiti gezet om het allemaal op te beuren. Het ziet er wel nice uit. Ik ben van huis uit ben ik eigenlijk christelijk. Ja, ik kwam in een slechte situatie terecht, waardoor ik een jaartje, zeg maar... verlof moest nemen voor mijn vrijheid, zeg maar. En ja, en daarbinnen heb ik eigenlijk me echt verdiept in alles, weet je. Ik heb veel gelezen, et cetera. En buiten heb ik ook alleen maar Marokkanen om me heen gehad. En ook die vriend, wat nu mijn broertje ook, is ook islamitisch. Dus ik heb er altijd wel wat mee te maken gehad. Zelfs dat mijn vader katholiek is, heeft hij altijd zo'n klok gehad met Allah erop en al die dingen. Dat was een vorm van een moskee. En ik had dat nooit begrepen totdat ik hier in Den Haag kwam. En ik met het geloof echt te maken kreeg. En zodoende heb ik op een gegeven moment gekozen om gewoon de islam te gaan volgen en me meer te verdiepen daarin. Ja, mijn vader heeft me zeker geïnspireerd. Alles wat wij doen qua muziek, wat mijn broers ook gedaan hebben qua muziek, komt allemaal door hem eigenlijk. Hij speelde trommels back in the days in Congo. Dus op die manier kwamen we ook in aanmerking met muziek. Maar dat ik echt zelf met muziek ben begonnen, was denk ik dat ik een jaartje of 10 was. 10, 12, zo daar ergens. Dacht ik echt van, laat me ook proberen te rappen. Chop geen zonnepitten, maar die pipas losse ballas en je kan ze krijgen. Als ik pull up in design. Waar je op elke hoek van de straat wel een groep jongeren had. En één van die groep jongeren was wel altijd, zeg maar, diegene die kon spitten, zeg maar. En ik was wel altijd diegene die kon spitten, zeg maar, in dat groepje. De honden die bijten niet, blaf van de honden die kijken. Ik heb die dingen op man. Ik heb die blaadstempingen. Ik heb die dingen op man. Ik heb die blaadstempingen. Mijn vader vindt mijn muziek helemaal geweldig. Hij vindt het nog vetter dan dat ik het zelf vind ofzo, weet je. Het is natuurlijk, ja. Hij ziet, ik kom natuurlijk wel van een bepaalde verleden. Dus hij is super blij dat ik nu dit doe. In plaats van street shit ofzo. In de loop van de jaren heb ik wel eigenlijk een beetje mijn eigen sound gevonden. Aan het begin focuste ik me echt heel erg op Amerikaans willen klinken of zo. En echt hetzelfde doen als wat zij doen. Maar in de loop van de jaren heb ik eigenlijk aan mezelf een bepaalde kant ontdekt. Dat ik toch een beetje ook terug naar mijn Afrikaanse roots moest gaan. En op dit moment zijn die Afrikanen met Engels zijn gewoon de shit gewoon op dit moment. En ik dacht van, waarom zou ik mijn roots verwaarlozen? Dat maakt me alleen maar sterker eigenlijk. Op dit moment is er zeker veel meer ruimte voor mensen die niet afkomstig zijn per se uit Amerika of uit Engeland, die ervoor kiezen om Engels te doen. En die alsnog kunnen doorbreken, want de wereld is nu zo erg op de social media en de internet. De hele wereld is met elkaar verbonden en Amerikanen die kijken nu naar wat wij doen eigenlijk. Ik heb mijn mensen heel wat beloofd eigenlijk en ik heb het de hele tijd moeten uitstellen. Maar ik beloof jullie nu, dit jaar, komen beide projecten uit. Ai, voor goud en iets minder jongens. Ik ga voor goud en iets minder. 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 Ik
vingers naar degene die me hindert. Want ik ga voor goud en iets minder. Ik ga voor goud en iets minder. Ik ga voor goud en iets minder. Met de vinger naar degene die me hindert. Ik moest ruimte maken, spatie laten, man. Ik zweer, ik kom mezelf niet keren hier. Moest wat moeders op gaan bellen, sorry zeggen en ze daarna condoleren. Kom jezelf hier niet forceren. Dit voor rappers die forceren. Mij vergelijken met die rappers, appels vergelijken met een peren. Ik heb opgemerkt dat jij jezelf erin moet vissen, anders gaat die koep niet door. Voor die cheddar aan het rennen kan je zeggen dat is alles wat ik wil. Alle mannen zijn binnen, maar ik ben nog lang niet binnen. Dus ik ga voor goud en iets minder. 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 Ik stik mij de middelvingers naar degene die me hindert. Want ik ga voor goud en iets minder. Minder. Ik ga voor goud en iets minder. Minder. Ik ga voor goud en iets minder. Minder. Ik ga voor goud en iets minder. Minder.